Wouter van der Steen, de missie is volbracht. Ja, absoluut. Eerste helft heel moeizaam. Tweede helft uitstekend. En ja, geweldig dat we na lange tijd voor Den Bosch periode kampioenschap hebben binnen kunnen staan. Ja. Het begon heel erg mooi natuurlijk. Hè? Na minuutje of tien al de 0-1. Toen dachten we, nou, kat in bakkie. En toen kwamen ze ineens op 1-1. En toen moest jij nog gestrekt in de hoek. Anders was het zelfs nog 2-1 voor rust geworden. Hè? Ja. Ja, ik vond dat we eigenlijk de hele eerste helft wel moeizaam speelden. Ik vond eigenlijk dat de 1-0 van Vijzanen, die viel eigenlijk ook uit de lucht. Dan zou je zeggen, van, nou, dat geeft ons heel veel vertrouwen en dat knakte wel bij Dordrecht. Maar dat was eigenlijk niet. Zij bleven wel iets te makkelijk spelen, vond ik. En dan kreeg ik wel een aantal kansen, maakte ze 1-1. En ja, dan is het fijn dat je nog wat ballen kunt pakken. En dat je met rust de 1-1, zeg maar, met de rust in gaat. En ja, na rust maak je heel snel 2-1, 3-1 en dan zie je dat het eigenlijk wel klaar is. Wat zat er in de thee? Suiker. Ja, want nee, het was... ging als een speer in tweede helft. Ja, nou, ik vond ons begin tweede helft, denk ik, want heel snel maken we inderdaad de 2-1. Heel gelukkig door een eigen goal volgens mij van Breedijk. Ja, dan zie je wel dat er bij hun ook wel ook een mentale aspect wel komt kijken. Maken we heel snel door een fout bij hun achterin, maakt Marchioni, maakt 3-1. Ja, toen kregen we ook echt wel het vertrouwen en toen begon ook echt goed te voetballen. Ja, ja, dan is het heel mooi dat je zo'n soort van eigenlijk wel een monsterscore neerzet. Ja. En dan het feestje met de supporters, was heerlijk, hè? Ja, super. Ja, zijn wel in grote getalen, zijn ze weer meegereisd. Volgens mij hadden ze het wel het uitvak al 3 keer uit kunnen verkopen. Ja. Ja, dat is natuurlijk geweldig voor die mensen dat je hen dit kan geven en dat we dat samen kunnen vieren. Nou, ja. En dan wordt jouw naam heerlijk gescandeerd. Dat rijmt natuurlijk ook allemaal lekker en dat bek lekker. Ja, ja, dat liedje die wordt overal mooi mee naartoe genomen. Dus ja. Bij Helmond begonnen, bij Heerenveen namens het ook over en hier ook. Nou ja, dat is natuurlijk genieten. Dat is heel erg mooi dat je op die manier ook gewaardeerd wordt. En ja, dat geeft wel kippenvel natuurlijk. Ga lekker het feestje vieren, jongen. Ja, komt helemaal goed, dankjewel.